Goedemiddag allemaal. Nou, daar zijn we alweer. We waren net lekker aan het knutselen geweest om de kuipertjes te maken, de eiendopjes. Maar nu gaan we dus bloemetjes maken. Ik dacht, het is lente, bloemen, we maken hyacinten. Vond ik wel leuk in ieder geval. Kevin heeft nog even de kuipje erbij gehaald, voor het geval je niet meer wist dat we die gemaakt hadden. Nou, het is geen geurtelevisie. Wij hebben net wat parfum overheen gespoten. Dus als je ons af en toe hoort kuchen of proesten, dan komt dat omdat we iets te veel gedaan hebben. Op zich ruikt het wel lekker. Nou, dit moet het dus worden. Hyacinten. Dus nou, ik zou zeggen, kijk met ons mee. We zetten de bloemen even opzij en dan gaan we beginnen. Maar mag ik nog even iets zeggen? Ja, doe maar. Abonneer, like doe in de reacties typen welke kleur jij gaat maken. Oh ja, oké. Okay. Ik heb geen idee of dat kan bij Ipsen de Brugge TV, maar joh, wie weet. Dat kan je aan luisteren. Oh, ja, maar zou kunnen. Nou, wat hebben we nodig? Een rietje. Nou, ik heb alleen deze rietjes. Dit gedeelte hebben wij niet nodig, het flexibele gedeelte. Dus je gaat Caitlin er even afknippen. Die is even de schaar pakken. Dus daar komt ze, met de schaar. Niet in je vingers knippen? Nee, niet in mijn vingers knippen. Dat is niet zo heel slim, want dan wordt het wel... Wordt het knutselen niet zo succes meer. Nou, die hebben we niet nodig, dus dat kan weg. Leg de schaar maar opzij. We hebben nodig. Ik heb vouwblaadjes. Ik heb hier een groen vouwblaadje. Nou, eigenlijk heb ik één blaadje nodig voor alle groene stukjes van de bloem. En dat ga ik je zo laten zien. Wat doe ik? Ik ga eigenlijk een beetje zo de helft. Ongeveer ga ik, nog niet eens de helft, denk zo tot hier, ga ik met pritlijm insmeren. En dan ga ik het rietje er zo in de rollen. Dus ik heb hier de lijm, de bekende pritstift weer. Oké, nou, ik ga even alles hier zo inlijmen zo. Hoppakee. Zo, even alles goed inlijmen. En dan gaan we nu... Zo. Die pritstift. Kijk, daar heb je het, hier heb je het rietje. Die leg ik er zo op. En dan begin ik eigenlijk gewoon met het puntje omrollen. En dan zit hij gelijk aan het rietje vast. Kijken of ik het zo kan zien een beetje. Kijk, en dan ga ik hem zo oprollen. Rollen, rollen, rollen. Mijn puntje werkt niet mee. Ja, nu wel. Kijk, en dan rol ik hem eigenlijk zo. Ga ik hem oprollen. Duw het rietje een beetje naar beneden toe. Zo, rollen, rollen, rollen. Nou, de onderkant is al helemaal ingepakt. Ga ik hem nog een klein stukje verder rollen. Ik probeer hem zo strak mogelijk op te rollen. Nou, hij zit er nu helemaal ingerold. Wat het makkelijkste kan doen is... Ja, die kan ik zo naar beneden duwen. Is het nu afknippen. En dan zorgen dat al het papier wat je hebt... Omheen doen. Ja, er omheen zit. Kijk, en, dan duw ik die nog een klein stukje naar beneden. Hoeveel kan ik dat ding nou laten vallen? En dan, dit keer viel het nog wel mee. Rol ik hem verder op. Vorige video. De vorige video hebben we de lijm heel vaak laten vallen. Oh, nou, dan gaan we de puntjes even omklappen. Het is echt, ik laat hem echt heel vaak vallen. Of bij deze doe liet je hem wel een paar keer vallen. Bij de konijntjes, ja. Ja, dan hebben we wel heel vaak laten vallen. Dit is Perky en dit is Ivy. Oh ja, dat zijn onze eigen konijnen. Zo, nou, de puntjes aan de bovenkant... Die doe je gewoon eventjes naar binnen. Zo, daar zie je straks namelijk helemaal niks meer van. Niks. Nou, dan leggen we die even opzij en dan gaan we de bovenkant maken. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je voor nodig een dubbel gevouwen strook. Ik ben al bezig geweest met knippen. Maar een strook dubbel gevouwen, ongeveer zo breed. En wat ga je dan doen? Dan ga je eigenlijk inknippen. Even opzij, Kate, laat ik even zien. Het inknippen doe je zo. En wat doe je eigenlijk? Zulke brede strookjes ga je maken. Knippen, knippen, knippen. Hetzelfde met je shirt. Knip, 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 knip. Totdat je eigenlijk, en ik heb hier alvast een strookje voor gedaan, anders zijn we heel lang bezig. Totdat je heel je strook allemaal knipjes hebt gegeven. Zie je dat? Ja, en wat je dan gaat doen, dat is oprollen. Al die strookjes. Nou kan je denken, joh, ik heb niks te doen, ik heb de tijd, ik neem één strookje tegelijk. En wat je doet is dan zo voorzichtig probeer je dat op te rollen. Nou is dat best wel een priegelwerkje.
En wat je ook kan doen, en Caitlin heeft hem al gepakt. Hoe noem je zo'n ding, Caitlin? Satéprikker doe je in de saté. En dat is best lekker als de saté op zit. Ja, alleen we gaan nu geen satéetje maken, maar we gaan dit oprollen. Kijk, want nu heb ik er eentje opgerold. Ben je best de tijd bezig. Ik ga kijken of je het kan zien zo. Misschien een stukje naar achteren. Misschien kun je het hele ding wel oprollen, denk ik. Nee, dat lukt niet. Kijk, wat je dan doet is je legt hem zo neer op het uiteinde. Dan pak je er 3 of 4 tegelijk. En nou, dan moet je proberen. Ik ga proberen of ik het zo kan laten zien. Kijk, en dan ga je hem daar omheen rollen. Dat is wel een gepriegel hoor. En daar rol je hem dan omheen. Nou, en wat je, kijk, zie je? En dan heb je er weer een paar omgerollen. Dan pak je de volgende en die ga je ook rollen, 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 rollen. En dan, en wij hebben dat met een andere kleur gedaan. Wij hebben dat met een paars papiertje, hebben wij dat alvast gedaan. Dus hier zie je dat wij alle strookjes hebben wij omgekruld. Nou, wat ga je dan doen? Dan pak je weer je ingepakte rietje. Dan ga je niet de kant waar de rolletjes zitten, maar de andere kant. Dan ga je de strook van met lijm insmeren. Helemaal goed met lijm insmeren. Nou, daar zijn we weer. We hebben eventjes van dit plaatje hebben we even alles afgemaakt. En nou, die gaan we er even op plakken. Dus wij krijgen nu een regenboog hyacinth of zoiets. In ieder geval meerdere kleuren. Zo. Twee is meerdere, ja. Even kijken. Dan ga je die gewoon hier verder plakken, hieronder. Ik heb het warm. Heb je het warm? Ja, het is ook best warm vandaag. Het is wel een beetje vreemd, maar... Wie's ontwerp was dit? Wie's idee was dit? Mijn idee. Inderdaad, mama heeft een keer gelijk. Wat? Ja, jij hebt gelijk, ik nooit. Oh, nou. Durf ik niet te zeggen. Zo, kijk. En dan zit die er helemaal opgeplakt. Het lijkt wel helemaal op zo'n confetti stokje. Een beetje wel, hè. Een beetje toverstokje lijkt het ook wel. Nou ja, dat kan ook. Oké, nou, we hadden hier nog een stukje groen over. Van, ja, van het begin van het rietje wat we gedaan hebben. Dan doen we die eventjes. Kom maar even zitten. En dan gaan we daar nog even de blaadjes van maken. Nou, die vouw ik ook gewoon dubbel, want dat vind ik gewoon het makkelijkst. Dan heb ik 2 blaadjes tegelijk. Hier knip ik even zo een blaadje uit. Zo, aan de andere kant nog. Even de onderkant maak ik zo plat, want dat vind ik makkelijker. Nou, kijk, dan heb je 2 blaadjes. Dan doe ik allebei... Nou, ik denk tot de helft ongeveer even insmeren. Zo. En dan plakken we hem even vast. Kijk, dit zijn ze ongeveer. Dat hoort een beetje weg. Ja, nou ik ga toch niet nog meer spuiten hoor. En je ruikt het. Zo. Deze is het raarst van allemaal. Ja, nou, ik vind hem eigenlijk best wel leuk met 2 kleuren. Nou, en dit is dus hoe je een hyacinth kan maken. Nou, wij zetten hem hier lekker in het glas erbij. Dus laten we hem... Die wil ik nog weer aanbrengen. Oh, ik weet niet of het goed gaat. Doei! Nou, dit waren onze hyacinthen. Tot de volgende keer. Doei! Doei!